gewoon even objectief. Als jullie dit weekend een cijfer zouden mogen geven, wat zou dat cijfer zijn voor jou, Johan? Een cijfer? Een cijfer voor het weekend, de wedstrijd. Nou, alleen voor Borussia Dortmund tegen Bayern geef ik het weekend al een dikke 8. Maar ik bedoel vooral even de Nederlandse competitie. Gewoon een 4. Een 4. Oké, okay, Hans? Klein 6. Meen je dat? Echt waar? Ja, heb jij ADO AZ niet gevolgd? Nou, ik heb alles gezien behalve ADO AZ, want toen was ik zelf bezig. Maar als je toch... Ziyech af en toe een berghuis gisteren. Ja, maar Ziyech tegen Excelsior. En als je eventjes gaat accepteren dat Ajax en PSV veel te sterk zijn, maar dat je dan toch van een geweldige goal van Luc de Jong kan genieten. We kunnen regelmatig van de Lozano's genieten. Ja, maar we moeten niet denken dat we Duitsland en Engeland De Nederlandse competitie, ik weet niet meer hoe ik die prestaties van Ajax en PSV moet inschatten. Nee, want de tegenpartij geeft de volledige medewerking. Het was zelfs in mijn tijd, Johan. Ik bedoel, dan won je uit van Utrecht met 6-0 en dan kreeg je op woensdag met 2-0 van Bayern München op je flikker thuis. Hey joh, abonneer even.